heb even snel een treintje genomen en toen kwam ik aan in de stad van de liefde. Voor mensen die het nu nog niet snappen, ik ben in Parijs. En waarom ben ik hier in deze mooie stad? Ah wel, ik ben hier gewoon voor Pokémon kaarten te kopen. Stap 1 om in zoektocht naar Pokémon kaarten te starten is om even die ijzeren toren op te gaan, want daar heb ik waarschijnlijk een goed uitzicht. Even een paar trapjes doen en dan zal ik wel direct boven zijn. Oké, ik zit al redelijk hoog. Even kijken of ik die speelgoedwinkels kan spotten. Nee, ik denk dat ik nog ietsje hoger moet. Nog een paar trapjes gedaan. Als je heel goed kijkt is hier de Arc de Triomphe. En ik heb gehoord dat ze daar een speelgoedwinkel hebben. Maar ja, je kunt nooit zeker genoeg zijn, dus toch nog heel even het liftje naar boven pakken om nog beter te kunnen spotten waar die winkels zijn. Ik zag ze wel niet direct, dus misschien kunnen jullie hem beter spotten. Maar ik denk dat ik gewoon even moet wandelen. Arne is zijn neusje aan het snotten. Pietertjes soms, hè? Dat weet je hoe dat is. Oké, de snotjes zijn weg. Nu is het tijd voor die wandeling. En jawel hoor, na een korte wandeling vonden we Jeu de videowinkel. Dus een videogamewinkel. En daar hebben ze misschien wel Pokémon. En mijn gedachte was juist, kijk eens aan. Allemaal losse kaartjes en een paar pakketjes die we thuis niet eens hebben. En als je hier luistert, word je mijn beste Frans. Eerste pakje is van Celebration, maar dan in het Frans met 2 jumbo kaarten in. Oké, mooi pakje, maar dat is echt wel niet genoeg. We gaan verder zoeken. Daar aan de overkant is Pulp Toys. Even veilig oversteken. En voilà. Ik hoop dat ik er mag filmen, maar hier hebben ze echt heel vette... Heel vette wat? Toys. Ah, oké. En ja, inderdaad, ik vroeg mag ik filmen en hij zei nee. Alleen foto's nemen. Dus wat heb ik gedaan? 30 foto's per seconde genomen. Ik heb al rap wat Pokémon gespot, maar de prijzen lagen me niet zo. Die film was echt heel duur en ik mocht daar eigenlijk niet filmen. Maar we hebben deze Kaugum Bubblegum van Pokémon gekocht. En Jannik gaat die nu proeven. Welke kleur denk je dat het gaat zijn? Oeh, bruin. Gek kleurtje. En wat is dit? Is dat juist? Iets Japans gewoon. Ah, dat komt helemaal uit Japan. Oké, taste test. Proef ze naar die Kaugum van de Aldi. Kaugum van de Aldi? Ja, zo van die... in die rollen. Ik weet niet of die van de Aldi zijn, maar zo in zo'n rol. Dat is zo heel lang. Ah, wat je zo kunt afklippen. Ja. Het is een andere leuke winkel met allemaal comics. En bij comics horen natuurlijk heel veel figurines. En die hadden ze inderdaad, zoals je kunt zien. Ze hadden ook bearbricks en hier heb ik er eentje van gekocht. Voor de mensen die dat niet kennen, dat zijn van deze soort beestjes. Wat ik ook bijna had gekocht, was deze Monster Book of Monsters. Maar ik heb hem toch maar laten liggen. We hebben ons eerste echte Pokémon pakje van Brilliant Star. En dan heb ik ook nog een bearbrick erbij gekocht. Toen was ik al heel even aan het wandelen. Ik was de moed een beetje aan het verliezen of ik nog Pokémon producten ging vinden. Maar hier in de etalage lag toch wel een zwaar Brilliant Star. Dus ze zouden sowieso meer hebben. Kijk, dit is er nog bijgekomen. Een klein pakje. Nee, een grote tin trouwens. Een grote tin van... Nymphali V. Oké, we hebben dus Pokémon gekocht. Nu is het alleen nog maar tijd om naar huis te gaan. Even de trein pakken en dan kunnen we alles openen. We zijn eindelijk terug thuis geraakt en nu is het tijd om onze aanwinsten te openen. We gaan beginnen met het gewone Star Antisolant pakje. Of zoals jullie het kennen, Brilliant Star. Dit is dus een Frans pakje. Alle kaarten gaan normaal gezien in het Frans zijn. Alles gaat in het Frans zijn. Pokémon.fr/enchangé. Inwisselen betekent enchangé. We gaan eens kijken of de energiekaarten anders gaan zijn. Ik ga raden voor een Leaf Energy. En het is energie. Anders geschreven. Dat is één klein verschilletje. Oké. Polagriff. Sauvage Garde Rose. Mustaflo. Creamy. Garabing. Melofi. Seribou. Caraclé, Golemastok. En de laatste kaart is de Reverse Holo. Dus nu is de laatste opnieuw een Melidolefé. Benieuwd hoeveel van die Pokémon kaarten jullie hebben kunnen noemen in het Engels. Nu gaan we voor de tin gaan, want dit lijkt mij het leukste om te openen. Want ik heb mijn Jumbo Map erbij genomen met de Jumbo kaarten in. En dit zijn alleen maar Jumbo kaarten. Hier gaan we wel een paar pakjes in zitten. 4 booster packs zie ik hier staan. Dus dan hebben we weer een heleboel... Niks aan de hand. Oké, we gaan hem open doen en dan gaan we de promokaart zien. Eens kijken. Ja, we zijn binnen. De promokaart is de eerste kaart die we zien. Nymphali V met Cadeau Rêvé en Coupe Magique. Die ga ik er voorzichtig uithalen. Zo, voilà. Die gaan we ook even in een sleeve steken. Leuk kaartje, leuke kleuren. Achterkant hetzelfde als de Engelse kaarten. We gaan verder. Ben ik wel benieuwd welke kaarten, welke set hierin gaat zitten. We zien weer Brilliant Star, Battle Styles en Darkness Ablaze is dit, denk ik. Als ik me vergis, mocht het altijd zeggen. Zit er geen code kaart in?
Huh? Waar is de codekaart? Heb ik die miskeken? Oké, nee, geen codekaart. Dat is heel raar. In het Engels hebben we deze Charizard al, maar in Frans heb ik natuurlijk nog geen enkele zeldzame kaart. Dus misschien kunnen wij die Charizard... Hoe zeg je dat zelf in het Frans? Wow, een blauwe codekaart. Ik hoop dat blauw goed is en niet slecht. Misschien kunnen we een Charizard vinden in het Frans of een andere zeldzame kaart. Zou wel vet zijn. Ik hoop op een VMAX in een van deze pakjes. We zien in ieder geval al een rode, een Fire Energy, dus dat is al een begin. We gaan naar Bleu Ciel, Sapareux, Paras. Paras is gewoon zoals altijd, Paras. Embrilex, Gringolum, Barpo, Energy Puissance. Jullie moeten laten weten wat vinden jullie het leukste. De Engelse namen of de Franse namen? Het heeft toch wel iets, vind ik, die Franse namen. Laatste kaart. Oké, eerste pakje is een flop. Triox Hydre. Maar die blauwe energiekaarten en het feit dat dan in Frans is, is eigenlijk tot nu toe het enige verschil dat ik heb kunnen merken. Volgens mij zijn de tekeningen ook gewoon exact hetzelfde. Deze codekaart zit wel goed om. Ik ga hem nu niet omdraaien en we gaan direct kijken welke kleur die codekaart heeft. Hopelijk krijgen we een holographic. Want volgens mij betekent blauw dus eigenlijk geen goede kaart. Kit de Camping, ofwel gewoon Camping Kit. Hypoxian. Rouleau Tourbillon 1000 points. Voulutu, Kung Fu, ai. Chetiflor, Tritox, Cornebre. Wow, hoe spreek je dit zelf uit? Drayeul, Appel à la famille et Cours en spirale. Laatste kaart is opnieuw een flop. Dus deze kaart, dit pakje zou ook een blauwe codekaart moeten hebben. En jawel, allebei blauw. Derde keer, goede keer zeggen ze. Opnieuw Brilliant Star. Dit pakje zit ook al dichter, vind ik. Iets vaster dan de andere. Magmar aan de voorkant vind ik nog altijd een van de mooiste kaarten met die tekeningen. We hebben de codekaart al gegeven, dus dat is in orde. We hebben Fire Energy daarnet gehad. En wat was er tussen? Opnieuw Fire Energy. Nice. Oké, hopelijk kunnen we eindelijk eens een V-star of een V-card of een V-max vinden. Want ik wil een speciale, zeldzame Franse kaart vinden. Magmar, Railu is allemaal hetzelfde als het Engels. Shanity en Starry niet. Carabang. Wow, deze is wel leuk. Noot Coco. Evolution de Nonof. Dat is wel grappig. En de laatste kaart is opnieuw geen holographic. We hebben niet al te veel geluk met de Franse kaarten. Zorgen, het Charizard pakje komt eraan. En dan deze leuke Jumbo Booster Pack. Ik heb nog nooit een Jumbo Booster Pack geopend. En ik heb dat al altijd willen doen. Ik heb dat hier ook al vaak op het channel gezegd. Of er Jumbo Booster Packs bestaan. En jullie zeiden, ja, dat bestaat. Ik heb ze nooit in de winkel zien liggen. Dus misschien, ja, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik een Jumbo Booster Pack ga kunnen opendoen. En dat is wel spannend, want dan kan ik mijn Jumbo Map aanvullen. Een Fighting Energy. Encouragement de la Team Yel. Pashmila. Gant Purifon. Dat zijn boxhandschoenen. Stalgamin. Mijn Frans is zo slecht, hè. Tarinor. Creamy. Oké, Creamy. Polarum. De Dean. Oh, deze kaart heb ik nog niet. Zou ik die gewoon met mijn Engelse map steken? Ja, waarom niet, hè? En de laatste kaart, de laatste kans op een speciale kaart, is een gewone kaart. Chenicel. Geen V-cards, geen holographic vandaag. Jammer. Maar we hebben natuurlijk nog onze Jumbo Pack met de Jumbo kaarten in. Eens kijken hoe ik dit zo veilig mogelijk kan openmaken. Dit was ook echt moeilijk om te vervoeren in mijn koffer en zo. Want je ziet, het is heel groot, maar de kaarten zijn heel dun, dus ook heel flexibel. En natuurlijk wou ik mijn kaarten zo heel mogelijk mee naar huis krijgen. Maar binnenkort zitten ze gewoon in mijn mapje. Het zijn twee kaarten. Eens kijken. De eerste Jumbo kaart is... Wacht, ik ga het zo doen. Oh, ze zijn wel lichtjes geplooid, zie ik. Maar maakt niet zoveel uit. De eerste is... Oh, van Celebration. De Oostricran niveau 8. En de tweede kaart is een Oostempo. Die mag in de Jumbo Map. Aanschouw hier mijn Jumbo Map met alleen maar Jumbo kaarten in. Van voor hebben we de Charizard Reshiram, omdat die net iets te groot is. Maar de rest past wel gewoon perfect in de map. We gaan rustig een plaatje zoeken voor onze nieuwe Franse kaart. Oh, deze was ik al vergeten. De mooiste kaarten van de Jumbo Map. En dan hier, mooi langs de achterkant, hebben we plaats voor onze Oostricran niveau 8. En onze Oostempo
Heb ik nog één kleine mini-verrassing. Ik heb ook in Frankrijk een Engels pakje van Brilliant Star gekocht. Dit is dan ook echt de allerlaatste kans om een goede kaart te vinden in deze video. Want de kaarten die we tot nu toe gevonden hebben, waren allemaal wel best poepoe. Dus we gaan eens kijken of we de vloek van de Franse kaart kunnen opheffen door een Engels pakje te openen. We zien Shroomish aan de voorkant en aan de achterkant zien we onze energy kaart nu. Ik schok op opnieuw Fire, dat is 3 keer deze video. Maar het is lief, het was fout. Oké, Engels, we zijn terug thuis. Oude vertrouwde Engelse kaarten. Starmie, Cynthia's Ambition, Sharon Scare, Shroomish van daarnet, Purrion, Duskull, Sneasel, Corphish, Magma Bassin. En de laatste kans vandaag om een goede kaart te vinden. Kunnen we eindelijk een V-Star, een V-Card, een V-Max of beter vinden? 3, 2, 1. Nee. Nog altijd geen holo gevonden. We zijn een klein beetje vervloekt daar in Parijs. Was hem weer voor vandaag. Like, abonneer en tot de volgende keer. Doei!